is 19 september 1944. De ondergaande zon silhoueert wat er is overgebleven van Arnhem. Luitenant-kolonel John Frost zoekt dekking, terwijl het geluid van een overvliegende Messerschmitt boven het geknal van een constante bombardement heen komt. Hij en zijn troepen hebben de stad nu al 3 dagen verdedigd en er is nog steeds geen teken van aflossing van de geallieerde troepen. Tegen dit punt beginnen hun verdedigbare posities en voorraden op te raken. Maar het geluid van motoren trekt zijn aandacht naar het zuidelijke punt van de brug. Wanhopig scant hij door de rook en brandende voertuigen naar Britse tanks. Wanneer hij er geen ziet, verliest hij alle hoop, terwijl aan de andere kant van de brug een groep Duitse tanks de brug op donder. Niemand komt Frost en zijn mannen redden. Voor de rest van de nacht zullen ze moeten vechten voor hun leven.